moet eerst even 10 of 20 kilo lichten en dan proberen. Dan heb je het gevoel en dan kan je met het gewicht omhoog. Ik vind het lastig wanneer ik niet weet welk gevoel erbij past, zeg maar. Dus ik moet het eerst, zeg maar, een beetje voelen wat erbij past. Dan gaat het steeds beter. Anders dan, ja, weet je niet of het goed of fout doet natuurlijk. Dus op ijs precies hetzelfde. Ik vind het wel leuk om te doen, ja. Gewoon dat het zoveel technischer is dan squat, zeg maar. En ik daar ook gewoon nog veel meer kan verbeteren. Ja, dan ga je in het gewicht ook steeds hoger natuurlijk. Ik blijf nu een beetje steken, zeg maar, op mijn max. Wat gewoon die techniek best wel wisselvallig is dan. Ik voel al, wanneer er een goede tussen zit, dat het gewoon veel minder moeite kost dan dat ik, zeg maar, echt eentje ertussen heb zitten waar gewoon heel weinig techniek achter zit. Ja. Er zit veel meer explosiviteit in. Hij komt veel hoger, die stang. En hij komt gewoon goed hier terecht. En als ik dat niet heb, dan komt hij een beetje half terecht. En dan moet ik best wel ver inzakken om hem op te vangen, zeg maar. Gaat wel meer vooraf, zeg maar ook. Maar het is natuurlijk, het ijs is precies hetzelfde. Als het in je hoofd niet goed zit, dan ja, wordt het lastig dat het, de uitvoering goed zit. Als het mentaal niet goed zit in je hoofd, dan schiet je er nog niet heel veel mee op.